Deze foto die is genomen net buiten de stad Utrecht in het Noorderpark. En je kijkt naar twee heldere opvallende lichtpunten tussen de wolken, Jupiter en Saturnus. En dat die twee zo dicht bij elkaar staan, zoals op die foto, dat is heel bijzonder. Dat komt maar zo'n beetje eens in de 20 jaar voor. En waarom is dat? Nou, dat wil ik met deze animatie uitleggen. Zon staat in het midden. En we starten met de planeten op één lijn. En in het midden, die snelle ronddraaier, dat is de aarde, die tikt de jaren weg. Maar Jupiter, een trage buitenplaneet, die doet er maar liefst 12 jaar over om een rondje rond de zon te voltooien. En op dat moment is Saturnus nog niet halverwege. Saturnus doet er bijna 30 jaar over, over één omloop. En je ziet bijna staan de zon, Jupiter en Saturnus weer op één lijn. Hier is dat het geval, na zo'n kleine 20 jaar. En dat is het moment van de volgende conjunctie. Dan heeft Jupiter, de veel tragere Saturnus, een heel rondje rond de zon ingehaald. En hoe ziet dat er in de praktijk nou uit als je naar de hemel kijkt? Nou, dat geeft deze animatie weer, die is gemaakt aan de hand van foto's die ik hierna zal laten zien. Rood is weer Jupiter. En die is sneller. Die haalt Saturnus in. En dit is dan de dag 21 december van de conjunctie. En daarna staat Jupiter links van Saturnus. En deze animatie die is gebaseerd op foto's. En dit was de toestand 4 dagen voor de conjunctie, 17 december 2020. Want als waarnemer, in de schemer, 's avonds, kort na zonsondergang, krijg je iedere keer maar één snapshot van de planeten te zien, dan gaan ze weer onder. En dan moet je weer een etmaal wachten tot je de volgende toestand ziet. Eén dag voor de conjunctie. Ja, het kan nog altijd erger. Iedere dag, dat is een luxe in het zo door wolken geplaagde Nederland. Want ja, de conjunctie, geen spoor van te zien. Pas 3 dagen na de conjunctie weer een gaatje in het wolkendek. Maar geen nood. Over 20 jaar is er weer een volgende samenstand van Jupiter en Saturnus te bewonderen.